Paragraaf 4 van hoofdstuk 9, condensatoren. Nou, een condensator, wat moet je er eigenlijk van weten? Sowieso het symbool hier. En het symbool zegt eigenlijk al heel veel over de condensator zelf. Hij heeft namelijk twee platen. En wat je eigenlijk doet, is die twee platen zijn geïsoleerd van elkaar. Er kan dus geen stroom van links naar rechts lopen. Wat hij wel kan doen, is als jij hem aansluit op een batterij, als ik deze kant op de plus aansluit en die op de min, dan wordt deze plaat positief geladen en de andere plaat wordt negatief geladen. Oftewel, je moet de condensator zien als een soort van batterij die ik oplaad. En als ik die batterij er weer van afhaal, dan kan die condensator die opgeladen is, kan dus weer leeglopen. Je hebt hele kleine condensatoren en je hebt hele grote condensatoren. De eenheid, hoe groot die condensator is, die eenheid die meten we in farad. Dat is de letter F. Farad en de letter F. Alleen die capaciteit is niet zo heel groot. Dus we gaan eigenlijk hele kleine capaciteit. Je kent de stapjes. Hè? Als ik 1 deel door 1000, kom ik op milli uit. Hè, de volgende stap, 1000 keer 1000 is een miljoen. Als ik 1 deel door een miljoen, kom ik op 1 micro uit. Dus 10 tot de min zesde. Milli was 10 tot de min derde. Micro is 10 tot de min zesde. Dus oftewel een miljoenste. 1 gedeeld door een miljoen is een miljoenste. In 2014 kwam er een supercondensator op de markt met een capaciteit van 3400 farad. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt in fietsverlichting met LED's en dynamo. De condensator blijft de verlichting nog een tijdje branden terwijl de fietser stilstaat. Nou, je ziet ook bij de nieuwste auto's, als je op het moment dat je de auto uitzet, dan blijven die lampen nog een paar minuten aan. En dat doen dus die condensatoren, die laad je dus eerst op. Jij zet de auto uit en die condensator ontlaat zich dus. En daardoor blijven die lampen nog eventjes branden. Dat kan dus alleen met grote condensatoren die dus veel op kunnen laden. Nou, waar zie je dit ook terug? In dat lampje bijvoorbeeld waar we net zagen. Op het moment dat ik deze schakelaar sluit, gaat er een stroom lopen van de plus door de lamp naar de min. Die lamp die brandt dus als deze schakelaar dicht is overigens. Maar hierachter zit de condensator. Hier loopt geen stroom doorheen. Maar wat doet die condensator wel? Die gaat dan, tegelijk dat die lamp brandt, gaat die dus opladen. En totdat die helemaal vol zit. En dat is best snel. Op het moment dat die schakelaar die gesloten was, als ik die dan dus openmaak, dan krijgt die lamp geen stroom meer van die batterij. Maar die condensator die was opgeladen en die denkt, hey, nu kan ik dus leeg gaan lopen en die gooit dan zijn opgeladen energie, gooit hij er dan uit door die lamp heen, waardoor dat die lamp dus nog eventjes gaat branden. Hoe lang gaat die lamp branden? Totdat die opgeladen condensator leeg is. Nou, en hoe groter dat die condensator is, hoe groter de capaciteit van die condensator is. Hè, we praten dus ook over de capaciteit van de condensator, de capaciteit in farad, bepaalt dus hoe lang die lamp nog blijft branden. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld deze lamp vervangen voor een motortje. Een ventilatiemotortje waar je bijvoorbeeld op de wc hebt. Veel mensen, als je de lamp uitdoet op de wc, blijft je ventilator nog even branden, draaien. Om jouw vieze luchtjes nog eventjes naar buiten te dirigeren. Je komt de wc binnen, doet de schakelaar dicht. Je ventilator begint al te draaien. Ondertussen laat die condensator op. Je bent klaar op de wc. Doet de schakelaar weer uit en die condensator loopt leeg en die ventilator blijft nog eventjes draaien. Dat zie je hier dus in deze schakeling. Die is weliswaar voor gemengd theoretisch, maar eigenlijk is je helemaal niet zo moeilijk. Hier hebben we die transistor weer. Op het moment dat we de schakelaar dicht doen, loopt er een stroom door die weerstand naar de basis. Dan is de schakelaar tussen collector en emitter is gesloten. Er loopt dus een stroom door die motor heen. Die motor, die ventilatie, is dus aan het draaien.
Die condensator laat zich overigens ook op. Op het moment dat jij die schakelaar uitdoet, ontlaat die condensator zich over die basis. Er loopt nog steeds een stroompje door die basis. Dus deze schakelaar tussen collector en emitter is nog steeds dicht. Loopt hier ook nog steeds een stroom. Dus die motor die blijft nog even draaien, nog even ventileren. Wanneer stopt hij ermee? Nou, als deze condensator leeg is. Als hij leeg is, loopt er hier dus geen stroom meer. Nou, als hier dan geen stroom meer loopt, dan is deze schakelaar open. Als deze schakelaar open is, kan hier dan ook geen stroom meer lopen en is je ventilator dus uit.